Waarom ik nog niet gevlogd heb is omdat een nieuwe camera onderweg is. En ik niet veel zin had om hier mee te vloggen. Maar ik ga nu alleen naar Bali. En ik dacht, het is toch zonde om dat niet te vloggen. Zien jullie dat hier achter me? Dit is waar ik jullie mee naartoe neem. Ik reis het liefst alleen met handbagage. Dus dit inie mini koffertje, deze, dat wordt het. Serieus, Six heeft een soort nieuw systeem. Ik ben binnen 10 minuten doorheen. Nu ben ik hier. En Schiphol is echt mijn happy place. Het is echt mijn happy place. Ik was hier gisteren nog. Toen was ik in Engeland geweest naar de familie van mijn vriend. Nu ga ik op vakantie. Ik ga gewoon naar Bali. Op een of andere manier is de directe vlucht, de rechtstreekse vlucht die ik altijd boek naar Bali, stopt altijd in Singapore. En ook al, ik lees er eigenlijk ook altijd overheen. Ik zit nu op Singapore en dat is helemaal niet erg, want ik heb echt niet lekker geslapen. Maar kom op man, ik ga op vakantie, het maakt me niks uit. Eerlijk, als ik via Australië moet vliegen. Wat voor mij het vliegen het allerfijnste in de wereld heeft gemaakt, is deze koptelefoon van Bose. Die heb ik van mijn vriend gekregen voor mijn verjaardag 2 jaar geleden. Changed my life. Noise cancellation. Sluit het geluid af. Zit een klein muziekje op. Je hoort niks meer. Gewoon lekker in je eigen kom. Capuchon op. En chill. Kijk jongens. Dit is nou binnen. Oh. Ja, ik ben er doorheen. Oh mijn god, dit vliegveld. Goed is, staat daar iemand met een bordje met mijn naam op. Ik ben aan het zweten als een otter. Ik heb hier alleen een BH onderaan, dus ik kan dit niet uittrekken. Een dikke trui aan, lens is ook aan me staan. Ik weet niet waar diegene is met mijn bordje. Ze gaan een announcement doen, leuk. Thank you. Yay, found you. Where were you? It's my day. Ik dacht dat ik mijn hele gezin kwam, denk ik. So, that's a big car. Dit is zo'n soort van magisch moment. 40 minuten rijden. In één keer in een hele andere wereld zijn. Terwijl die reis en het vliegtuig, die duurt helemaal niet zo lang. Het voelt dan niet of je in één keer bam, aan de andere kant van de wereld zit. Dit is echt dat moment dat je dat beseft. Badkamer goals. Moet je kijken dit. Zo mooi. Cheers jongens. Cheers. Een hele goede morgen. Het is 3 uur 's nachts. Nederland 9 uur 's avonds. Ik heb 3 uur geslapen. Dit gaat me gewoon niet meer worden. Dus ja, goedemorgen. Nou, volgens mij kan het leven niet veel beter worden dan dit. Ijskoffietje. Helemaal mijn hoekje gevonden hier. Echt de meest afgerachte scooter van het hele eiland, volgens mij. Hey, daar is een dog! Hallo! Oh my god, hi! Holy shit! Holy shit! Dit is zo mooi. Oh my god, yes! Yes, yes, yes! Die golven! Holy shit! Ik ben zo ontzettend fucking gelukkig op dit moment. Echt. Ik weet nog wel dat ik toen ik net op mezelf woonde op mijn 18e, dat zou ik verdienen in de maand. Nog geen 1000 euro in de maand.
super blij was dat ik dan mijn huur kon betalen en eten en uit kon gaan. Dat ik wel dacht, hoe ga ik dan in godsnaam ook nog op vakantie? Hoe doen mensen dat? En nu is het gelukt. Ik zit in de lobby van het Karma Kandara. Karma Kandara, dat is een hotel. Je hebt hier schijnbaar, blijkbaar hoop ik, een lijp spa. Want ik heb daar een behandeling geboekt. Dus ik heb gekeken naar, maar het is allemaal yes voor me? Oké. Okay. Het is allemaal 10.000 keer lijper dan ik dacht. Ik word nu met een golfwagentje opgehaald om naar de spa te gaan. Waar de fuck ben ik beland? Ik las net dat dit het beste luxe beach hotel van Azië is. What the fuck? Dit is waar we naartoe gaan. De sauna. Hallo. Waar ik zo even in moet, snel. Moet. Hier de douche met een uitzicht. Wajo. En dan heb je hier je eigen badje om te chillen. Daar met dit lijpe uitzicht. Ik ga nu even in de sauna en dan krijg ik daarna een massage. Ik ben hier een paar uur. Wauw. I wonder, can recall that childhood moment when we experienced. Oké, de massage is net klaar. Helemaal ingesmeerd met modder. Dus ik kan ook nog eens heel luid masseren hier. Echt, je weet gewoon soms dat je die dingen meemaakt. Dat je meteen weet dat je dit nooit meer gaat vergeten. En dat je altijd hier terug blijft denken, dit is zo'n moment. En het leuke is dat ik nu aan het vloggen ben, dus dat ik het ook nog kan filmen. Hè? En terug kan kijken. Wil je niet weg, man? De zon gaat nu onder. Oké, ik heb echt iets heel doms gedaan. Het heeft gestormd vannacht buiten. Kijk. Het zijn een paar blaadjes, maar ho. Oh. Kut heet het, wakker om 2 uur s'nachts. Ik ben op 3 uur s'nachts. En toen ben ik in een coma geraakt tot nu. En nu is het bijna 3 uur. Wat wil zeggen dat ik gewoon weer op Nederlandse tijd zit. Ik dacht, het is misschien wel leuk als ik een beetje door de vlog heen de vragen die jullie aan mij hebben gesteld via Instagram ga beantwoorden. Want het zijn er een hele hoop. Laat ik gewoon beginnen met de meest gestelde vragen. Waarom ga je in godsnaam alleen op vakantie? Ik kwam heel vaak binnen. Ik vind dat je ieder moment in het leven moet aanpakken en er het beste van moet maken. Dat ik wil alles uit mijn leven halen wat erin zit. Als het kan, waarom niet? Hoe is dat begonnen, dat alleen reizen? Nou, ik wil niet afhankelijk zijn van andere mensen in mijn leven. En mijn baan is heel onregelmatig en ik ben mijn eigen baas. En ik vond het een beetje beklemmend, dat idee dat je dan moet wachten tot een vriendin ook vakantie heeft, weet je wel, dat inplannen, of je vriend. Dus ik dacht altijd al, hoe vet zou het zijn als je dat dan alleen kan doen. Toen ben ik in 2015, toen ik een jaar bij BNN werkte, op een punt gekomen dat ik eindelijk weg kon. Ik had al jaren niet echt vakantie gehad. Ik moest wel gaan en dat was het allerbeste ooit. Het is zo'n gevoel van vrijheid en rijkdom, dat je weet dat je wanneer je ook maar kan, wanneer je daar zin in hebt, de tijd van je leven kan hebben met jezelf. Ben je dan niet eenzaam? Nee, ik heb dat niet. Ik ben enig kind. Ik weet wat ik thuis heb. Ik kan het heel goed met mezelf vinden, dus ik ben niet eenzaam. Ben je niet vaak bang op straat of whatever? Ja, dat heb ik ook niet echt. Ik voel me hier super veilig en ik ben ook op plekken op de wereld geweest waar het helemaal niet veilig was. Zeg je nou in Bali of op Bali als het een eiland is? Ik ben in Bali. Ik ben op Bali. Verveel je je niet? Ben je niet eenzaam? Ben je niet bang, waren heel vaak de vragen. Nee, ik ben niet eenzaam. Ik ben niet bang. En ik verveel me ook niet. Vervelen zit niet echt in mijn systeem. Wanneer? Ik weet niet of jullie hebben gezien waar ik ben, maar hoe kan ik me hier in godsnaam vervelen? Voor mij is echt even weggaan uit de thuissituatie echt rust. En dat waardeer ik dan ook super erg. Mijn telefoon staat op vliegtuigmodus. Ik heb nu af en toe iets op social media gezet, maar ik lees niks. Ik ontvang niks. Ik heb een extra
telefoon van mijn ouders en mijn vriend. En waarmee ik mijn agent bel ik 1 keer in de week. Verder is vakantie voor mij gewoon rust. En de meest gestelde vraag na waarom ga je deze vakantie? Wat vindt je vriend ervan? Vind je vriend het niet erg? Wil je die met je vriend delen? Natuurlijk wil ik dit met mijn vriend delen. Maar wil dat dan zeggen als hij niet op vakantie kan? Als hij te druk heeft dat ik dan ook niet moet gaan en dan wachten tot hij kan? Of kan ik ondertussen ook vette dingen doen? Ik ben gelukkig als hij gelukkig is en hij is ook gelukkig als ik gelukkig ben. En hij vindt het alleen maar super vet. En hij gunt het mij heel erg. En ik denk ook dat dat de succesformule is. In ieder geval voor mij, voor een relatie. Dat je elkaar compleet vrij laat. En als iemand iets wil in een relatie, dan luister je daarnaar. En je gaat elkaar niet beperken. Dus dat. Hoe doe je dat financieel? Het is jullie misschien al opgevallen dat ik niet echt een backpacker ben. Ik ben eigenlijk pas gaan reizen vanaf het moment dat ik op plekken kon slapen waar ik graag wilde slapen. Ik ben niet iemand die graag in hostels slaapt. Ik ben iemand die op vakantie gaat om tot rust te komen. Niet om per se vrienden te maken. Ik praat hier ook met bijna niemand. En ik hou van luxe, mooie plekken zoals deze. En je kan zo gek gaan als je wil in Bali, op Bali. En ik hou van luxe. Dus voor mij is dat misschien wat anders. Maar voor iedereen die hier naartoe wil, vooral Azië, je kan zo gek gaan als je wil binnen ieder budget. Ik kies ervoor om 2 weken lang heel luxe te slapen in plaats van dat ik 3 maanden ga reizen. Want die tijd heb ik niet. Dus dat is hoe ik het fijn vind. Dus dit zijn alvast een aantal vragen. Ik ga later nog even verder met maar dit waren de meest gestelde vragen. Dus dat. Ik ga morgen wel naar Ubud. En daar blijf ik ook een dikke week. En dat is niet bij de zee. Maar ik heb het daar altijd al heel fijn gevonden. Je hebt er wel zwembaden natuurlijk. De allerbeste tip die ik je kan meegeven voor als je op vakantie bent. De allerbeste tip. Doe waar je zin in hebt. En luister naar je gevoel. Tuurlijk, je moet wel dingen doen. Als in, het is zonde als je alleen maar in bed blijft liggen. Maar het is een vakantie. En het gaat erom dat je doet waar je zin in hebt. Een eerste keer voor een bepaalde plek is er altijd maar 1 keer. En daar moet je van genieten. Mijn bril past dus heel per ongeluk bij mijn badpak. Nu zie ik er echt uit als een loser. Ik heb echt de meest chille dag ever gehad. En die zag ik echt niet aankomen toen ik wakker werd. Lekker rondrijden, fucking chill. Gemediteerd. En lekker uit eten geweest met mezelf. En echt mega chillen, relaxte. Oh, ik heb ook nog een massage genomen. Dus ik had dus heerlijk, super ontspannen. Deze plek heet Mulemalu. En ik heb het van Bente Liem. Bente. Ik ga die naam even hieronder zetten, want Bente is awesome. Maar je moet Bente maar even gaan volgen op Instagram. En ook op YouTube, want ze is echt heel leuk. En morgen ga ik naar Ubud. Nu ik hier ben, dan komen je gedachten zo een beetje tot rust. Als in, je hebt niet thuis mensen die je eten proberen te bellen. Of een soort van routine van stress die je thuis vaker wel hebt. En ik ben zo dankbaar. Ik ben zo super, super dankbaar dat ik dit allemaal kan. En dat ik dit kan doen. En dat het... Ik heb ook, weet je, niks is vanzelfsprekend. En ik kan gewoon... Misschien komt het over alsof dit heel normaal voor mij is. Maar iedere keer als ik zo weg kan, ben ik echt super dankbaar dat... Ja, hoe mijn leven in elkaar zit, dat ik daar heel blij mee ben. Dat wou ik even zeggen. Oké, doei.